Het is een dramatisch broedseizoen voor de lepelaar. Het gaat zelfs zo slecht dat de helft van de kuikens het dit jaar niet hebben overleefd. De exacte oorzaak is nog niet vastgesteld, maar er zijn wel vermoedens, zegt de Texelse boswachter Erik van der Spek. Het kan deels door slecht weer komen. Als er op het verkeerde moment veel regen valt, als de jongen nog erg klein zijn, kunnen ze onderkoeld raken. En maar er zijn aanwijzingen dat er te weinig eten is. Dus dat de ouders niet aan voldoende voedsel kunnen aanvoeren voor hun jongen. Het slechte broedseizoen is opmerkelijk, vooral omdat het op de Waddeneilanden al jaren juist heel erg goed gaat met de lepelaar. En ook voor de bezoekers op Texel is het nieuws even schrikken. Schrikken omdat je verwacht dat het al die jaren zo goed gegaan is. En dan sta je er niet bij stil dat het dan ook weer verkeerd kan gaan. Dat is echt zorgelijk. Echt. Het is prachtig aan de natuur en dat moet zo door blijven gaan. Jammer. Ja, echt wel. Als het tot dit jaar beperkt blijft van een slecht broedresultaat, dan is het jammer, maar niet erg. Zou dit de komende jaren doorzetten, dan wordt het natuurlijk wel kritisch. Want ja, ook lepelaars gaan een keer dood. En als er dan geen onvoldoende jongen groot worden, dan gaat op een gegeven moment het aantal weer achteruit.